Nou, Ron. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We beginnen al goed, hè? We zijn er weer, hè? We beginnen al goed. Ja, de duikers zijn onderweg. De duikers zijn onderweg. Het is een mooie dag. Ja, je hebt wel weer een mooie auto meegenomen. Ja, ja. Er moet namelijk eens uitgelaten worden. Bentley. Ja. Hoppa. Oh. Nou ja. Wat ga jij doen? Ja, een stukje varen. Gaan we proberen. Waar ga je heen dan? Richting Hansweert. Hansweert, oké. Nou, de stoel staat klaar. Sluis Hansweert, motorjacht Nadiem. Nou Ron, de eerste sluis. Ongelooflijk, hè? We liggen op de derde kant ook. Ja. We hebben nog niet gebonkt ook. Zonder schade ook nog. Ook nog. Nou Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We beginnen al goed, hè? We zijn er weer, hè? We beginnen al goed. Ja, de duikers zijn onderweg. De duikers zijn onderweg. Het is een mooie dag. Ja, oude Cindy, denk ik, kom ook nog even los. Kijk, ook nog een beetje reclame maken. Ik vind het heel fijn dat die mannen de Nadiem al uit de dok hebben gehaald. Ja. Anders hadden we vannacht om 3 uur het klepje open moeten zetten van dok. Ja. Nou, dan hebben we lekker geslapen. En nu ligt hij lekker hier. En kunnen we daar op het gemak hier. Ja, dan komt nog een duiker kijken. Ja. Is er lekker weer voor? -4, prima. Ja. Ja, hoor. Zo is het. Als hij als duiken boven water komt, dan staat hij gelijk stijf zo. Ja, die moeten we in 3 kantjes breken. Ik loop er even naartoe, maar ik ga even zeggen wat er aan de hand is. Je hebt ook een echo op je auto, niet? Ja, hij draait nog heen. Hij zit mooi in de antifouling. Dus ik denk dat hij lekker loopt. We hebben alleen een probleempje. Er zit een touw in de boefstroef. Dus de duikers die gaan er zo onder. Een leuk begin van de ochtend. We maken wat mee. Beetje vervroegde nieuwjaarsduik hebben we. Ja, vervroegde nieuwjaarsduik. Het werelddeel is dat eerder dan de rest van de wereld. Het is wel mooi weer om te zwemmen vandaag. Ja, dat is wel weet ik niet. Hè? Dat gokken strak vertel. Ik weet wel, het is boven water kouder dan ja? In het water. Ja, dat is waar. Het water zal ook koud zijn, maar... Ja, maar je gaat me toch niet zo ver krijgen. Ik kom er toch niet aan. Nou ja. Dat moet je wel heel leuk vinden. Ja. Je voelt je eigenlijk niet geroepen om te gaan zwemmen. Nee, niemand nee. Even kijken. Ja, maar ik zeg het, ik denk als ik eruit kom, dat ik gewoon mijn vest uit doe. Ja, ja, ja. Dan, ja, maar als je eruit komt, is het niet koud, hè? Dat weet ik niet. Nou, dan weet ik het wel. ook dat is nog niet te voorspellen. Zit er in ieder geval geweldig indrukwekkend uit, heel zo'n... Een bazaar. Ja. Ja. Ja, dat zijn mijn buren, hè? Dus, hè? Ja, dat zijn je buren. Ja. Beter een goede buurman dan een verre vriend zijn ze wel eens. Ja, kijk eens een lapje bij. Ja.
auto. Een beetje een oude pak, kijk, en die seals aan die mouwen, die beginnen te verslijten. Okay. En dat is de enige plek waar ik eigenlijk last zou hebben van lekkage. En dat loopt er, want ik doe de wanten over nog. Ja. En dat loopt er dan maar heel zachtjes in. Maar ja, dat is toch koud natuurlijk. Ja. Ben je schroef als vet? Ja, daar heb je er ook gelijk op vraag. Ja, hij had een YouTube-kanaal. Ik denk, ik moet een beetje voor sensatie zorgen. Dus voor Nou ja, dat is allemaal in scène gezet. Dat snap je natuurlijk wel. Nou, je hebt wel weer een mooie auto meegenomen. Ja, ja. Er moet namelijk eens uitgelaten worden. Bentley. Ja. Ik heb die echt bij. Ja. Ja, je hebt alles. Heb je lucht bij je? Ja, ook, zelfs dag. Goedemorgen. Ja, maar hij zegt in het water is warmer als erboven. Ja, dat wil niet zeggen dat het warm is. Het water is 5 graden, 6 graden. Het water is 5 graden. Ja, het verblijf op weg, hè? Oh nee. Ja, wees er ook om te lachen. Wat? Ja, maar ja, het is allemaal triest genoeg. En heb jij nou van die winterband om je bent die? Ja, speciaal, hè. Zoek Dat zeg ik net, hij is gaan terreinrijden. Ja, maar het is wel leuk om ons een keer koffie gaan drinken bij hem. Er staat veel meer. Ja, dat is wel heel gaaf. Jij hebt wel heel gaaf spul. Erik had filmpjes gemaakt. Ik zag allemaal wat leuk door die auto's. Ja, van alles in. Ja, helemaal tof. Ja, en Diana is echt van de auto's, hè? Ja? Ja. Ja, dan moest je een keer langskomen. Nou, dat is welkom. Ja? Doen we een keer een bakkie. Ja? Dat is echt leuk. Ja, leuk hoor. Nee, het is weer leuk, Erik. Ja. Als jij mee gaat, gebeurt er wat. Ja, toch? Ja, beetje sensatie. Ja, maar ik zei dat tegen hem, ik heb dat gewoon allemaal in scène gezet. Ja. Heerlijk, dat kan allemaal een beetje in de gezamenlijk maken. Voor volgers. Meneer heeft zijn flap van zo'n land. Ik weet niet waar die duiken betaalt, maar ik ken de Erik. Nou, even ze. Sorry. Even voorspoelen. Ga ik dit lampje weggeven? Ga ik hier nog wel aan? Dan ga je vissen, dan moet een ramen krabben. Ja, maar dat vissen doe je toch ook niet vrijwillig op met deze temperaturen? Wat ga je pakken? Geen idee, gaan we eruit? Ik heb toch wel stoer hoor. Hebben ze kachel gebruikt? Ja, hier in de kou zitten. En ook niet thuis. Nee, dat is te druk. Thuis van de meeste mensen, door zeker. Zat de fles open? Ja, zegt het ding, denk ik. Ze krijgt er zo rot lucht. Nou, weet je waar je? Huppatee. Hoppa. Oh, ja. Ik ga even kijken, doe. Ja, ja. Het is water lekker. Dan moet je even kijken of er genoeg rood is of er nog beneden gaat gaan. Oh. Als we even een flens om zijn nek binden. Ja. Nou, ik heb nog lood bij. Oh, je hebt nog lood bij je? Ja. Hoe lang gaat die nu? Nou. Te weinig. Het is wel hard, toch? Wat is wel hard? Nou, ik kan er niet bij. Je hebt gisteren niet genoeg gegeten. Je had mijn soep moeten komen eten. Of je hebt te veel gegeten, je hebt te veel gas in je lichaam. Ja. Je had mijn soep moeten zitten. Daar heb ik kliklood bij. Enkel lood. Klik. Nee. Nou, laat proberen. Nou, veel plezier. Je voet onder water.
respect voor. Kun je het eruit trekken? Ik ga kijken waar ik los kan pakken. Moet ik het hier vastmaken aan deze kant? Heb je er gemak van? Ja, doe maar. Hoe strak? Ik weet ook niet wat er. Vastzetten, ik weet ook niet wat er hier maar deur zit. Nee. Zal ik aan de andere kant ook even kijken? Ja, dan moet je zelf weten. Dan ben je... Ik weet niet wat de wijsheid is. Eerst eens trekken, hè? Eerst eens op het gemakje trekken. Toch eens draaien, want die zit toch wat tussen de boekschroef. Hij zegt maar. Ja, start het? Ja. Kijk, de mannen niet tussen dit aan. Even wachten, we zijn de motor aan het starten. En dan loopt hij, ja. Hij wil even proberen wat voor kant. Dus we moeten even heel voorzichtig. Een heel klein beetje naar de ene kant of naar de andere kant. Even wachten. Oh. We gaan eerst proberen naar deze kant op. Heel langzaam. Komt hier. Het staat gewoon vast. De boefstoel staat gewoon vast. Oh. Andere kant. We houden de andere kant op, hè? Oh, dan draait hij hem eruit. Ja, maar doen. Zegt hij? Draait hij wel? Ja. Ja, ik hoor hem toch draaien? Ja. Even wachten. Nog eens, dezelfde kant. Nou maar door. Nee, schop maar. Mooi eruit. Even wachten. Nou, Ousin gaat er weer vandoor. Ja, ik zeg jullie nog losgooien. Ja. Dan wens ik je goede voort. Ja. Je hebt een mooie dag. Nou hè, dat is echt ja. Mooi weer. Zo is het. Maar jij denkt een meter of 10 hè, hoog. Meter of 10 hoog hè, denk jij. Ja, daarbij wel hoor. Daarbij ja. Wel. Ik weet het niet precies. Oh. Ik kan het nog even uitzoeken, een belkje nog even. Ja, dat is wel fijn. Ja. Dan. En dat staat op die brugstof van die schaal, hè? Oh echt? Ja. Nee, maar ja, bij laag water ja. Kunnen we er met die zeiljachtjes onderdoor met die auto's. Ja. Ja, we gaan het zien. En dat is ongeveer 12 meter. Oh. Maar ja, het is nog niet laagheid daar ben. Tenminste, daar hou ik nog vanuit. Ja, we houden 10 meter aan, voorlopig. Ja. 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 Maar we zijn er nog niet. Nee. Nog eventjes. Het is toch ook niet mistig? Nee, maar die brug die draait ook gewoon. Alleen die spoorbrug, als er een intercity komt, ja, dan, ja. Dan wachten ze even op natuurlijk. Ja. Ja. En daarna die postbrug, die draait frequenter. En als we niet onder de brug doorpassen, dan pakken we de zaag. Ik zie jullie straks, kampenland. Ja. Ja. Jongens, goede reis. Doei, doei. Doei, doei. Wat ga jij doen? Ja, een stukje varen. Ja. Proberen. Waar ga je heen dan? Richting Halsweert. Halsweert, oké. Okay. Richting Halsweert. Gaan we de sluis door? Ja, we gaan door de sluis door. De helden die losgooien, kijk. Zijn de touwen losgooien, zijn dat? Ja. Hier komt Jo. Jo, waar is Jo? Jo. Hoi, hallo.
Dag Jo. Ja, Jorg, Philip, Jo. Ja, goedemorgen. Laat zo'n wapen in mossen. Heb je die ook? Philip, die dat die mossen erop brengen? Ja, bizar. Ja, echt mooie mossel. Hoor. Je hebt ze gewoon verkocht. Ja, ja. Handel. Van de week hebben ze van de bruin als een mossel meegebracht. Van Zeeland. Dan horen we echt prachtig witte mossel. Niet normaal. Ja? Ja. Die hielden de zomer nog niet zo mooi gezien. Bizar, ja, hij hè? Komt eruit. Hij komt eruit. Nou, eens even kijken wat je aan het doen bent. Daar loopt een man. Ron gaat hem loslaten. Nee, daar loopt een man daar. Ja. Ja, dan krijg je koude vingers, hè? Nou, daar gaan we. Touwen los. Prachtig weer, ja, we hebben echt mooi weer. Het mooiste weer stil. We gaan genieten. De kachel aan en de jegermeister op tafel. Vooral dat, hè? Ja. Oh jee. Was de duiker al weg? Ja, doet hij het niet? Even wachten met de koekschroef, anders moeten we weer terug laten komen. Ja. Dat doet hij niet, hè? Hij neemt het gewoon op. Ja, hij neemt het op. Ja, hij is er over met aanleggen. Walter zijn zoon. Die zegt dat drijven van lijn, dus we pakken het stuk af. Het staat allemaal op camera. Het staat vast. Hij staat vast. Nou, trotse eigenaar gooit de trossen los. Alright. Feest beginnen. Hey heren, dank jullie wel. Hey, see you later. Hey, later. Dag allemaal. Daar komt de directeur. Goed schat, hè? Goedemorgen, jongen. Ik denk dat jullie drie bent. Wel even. Feest gaan beginnen. Ik kom even soepel aan boord, zie je het? Zo, ja, je sprong naar binnen. Als een veertje zo licht. Nou, eens even kijken hoor. Nou. Het doet het van alles. Ik weet alleen niet wat. Maar dat weet jij wel, hè? Nee, ik ook niet. Ja, je moet op die fles drukken daar. Accept fles of zo. Wat? Hier. Ja, ergens. Die andere. Rechts ervan. Ah, het is wel schitterend weer, jongens. Kijk eens. Dan moeten we even kijken wat dat is. Nou, je stoel staat klaar. Wat piept er, joh? Het is daar iets, hè? Dit was deze volgens mij. Dat dus. Enjoy life. Wee. Wil je het maar gewoon gaan varen? Jij bent de kapitein. Gewoon gaan varen. Zal ik even melden? Ja. He? Ja, is goed. Met die eerste opvaart doen we stuurwoord dan, hè? Fotootje maken. Postland, wil je het goedemorgen hier in Nadiem? Ja, het is best stoeltje, hè? Dat is lekker, hè? Heerlijk stoeltje. Ik weet het echt niet. Sluis Hans Weert, motorjacht Nadiem. Sluis Hans Weert, motorjacht Nadiem. Motorjacht.
Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen wij mee in de stuurboord? Oh, dat kan. Dan houdt hem maar helemaal achterin. Ja, prima. Even een vraagje, wat kan er dadelijk onder de bruggen door ongeveer? Ja, wat is uw hoogte? 10 meter. Nee, dat zal op dit moment niet gaan. Dan heeft u de klep nodig. Dan hebben we de klep nodig. Oké, en dan kunnen we gewoon roepen op 22? Ja hoor. Oké, tot straks. We kunnen ook proberen heel zachtjes, hè? Bijna stil legt. Ja. Moeten kijken waar het is. Ja, ik weet niet waar die brug is. Dat zie je op die streepjes dadelijk. Durf je dat niet? Ja, dat maakt mij niet uit. Ik durf er ook af te varen. Dat waren een rare opmerkingen. Neuzen naar die man. Ja, gelukkig hebben we de mast er nog. Hebben we de foto's nog? Ja, dat wel. Waar gaan we stuurboord? Ja, wat jij wil. Je moet me zeggen wanneer ik naar buiten moet, hè? Schipper. Even kijken hoor. Nou, ik moet eerst even kijken hoe dit werkt, hè? Rechts ga je. Hier gaat hij langzamer en hier gaat hij ook langzamer. Ja. Hè? Je moet ook even wennen, hè? Dat is de eerste keer dat ik ermee vaar, hè? Dat gaat toch goed. Een boot is een boot, heb je tegen mij gezegd. Nee, een boot is een boot, inderdaad. Dus ik maak me ook helemaal niet druk. Dat doe ik bij weinig mensen, hoor, zo ontspannen staan. Binnenvaart gaat. En deze staat aan? Weekend. Hey, mooi hoor. Ze vaart als een jonge meid. Ja, hè? Echt waar. Ja, ze hebben ook een goede krabbeurt gehad. Ik heb een afspraak met Erik gemaakt. Hij heel de zomer gaat hij een tochten doen bij me. Ja, weet je. Maar dan kan ik hier gewoon mijn sigaretje blijven doen. Ja, tuurlijk. Beetje hobby. Je belt maar. Ja. Ja, jullie hebben eigen verdieping, hè, in mijn huis. Dus. Ja, en neemt Erik gewoon fototoolies mee, spullen mee en videocamera's. Weet ik, vinden die mensen leuk. En kijk, er is zo'n mannetje met zo'n bootje. Ook zo'n vissertje. Wat bezielt die mensen. Waar ging hij nou vangen, die andere man? Kabeljauw? Kabeljauw en bijting. Nou, gaat er weer heen. Ook weer eruit gezet door zijn vrouw. Fijn weekend. Zie je zondag, hè? Ik heb hem voor je afgetankt. Kijk zo. Hij ligt op te pruttelen. Ja. Dat is zo. Nou. Daar gaat hij. Doeg. Al buiten gaat graag, hè? Ja, tot zondag, schat. Ja, doei. Nou, hoppatee. Ja, maar dat duurt wel even dat die man daarin is, hoor. Oh ja, het is weer zo'n grote jongen. Met een paar bakjes voor zijn neus. Nou Ron, de eerste sluis. Ongelooflijk, hè? He? En we liggen nog tegen de kant ook. Ja. En we hebben nog niet gebonkt ook. Zonder schade ook nog. Ook nog? Ja. Het schijnt allemaal te kunnen, hè? Hoe voelt dat nou als matroos? Ja, ik vind het wel een openbaring. Ik vind het alleen lastig dat ik nou geen sigaar kan roken met één hand. Nee, we mag niet roken in de sluis, oh. Dus dat scheelt. Oh, dat komt mooi. Maar ik vind het wel bijzonder. Ja. Nou, het touwtje staat vast. We leggen een duwbak voor ons. En het is koud buiten. Wat zeg jij? Hè? Zullen we wat ik zeg, dat het koud is buiten. Nee, dat het allemaal goed gaat.
Het loopt allemaal. Ja, de piepie is wel heel irritant. Ja. In een piepie. Kan je geen draadje doorknippen. Ron heeft last van zijn piepie. Ja, last van piepie. Maar de piepie mag er. Hey. Ja. Ja. Je krijgt er warm van. Goeiedag. Nou, je gaat even sturen. Je gaat even kijken of je het ook met je eigen boot. Ja, kijk of het nou. Het stoel is dat, hè? Ja, beter, hè? Beter. Ja, dat stond in de slaapstand. Nou, waarom wat even roepen? Ja. Bosbrug, goedemorgen. Hier de Nadiem. Hier de Nadiem, wij zouden graag een doorgang willen voor de Bosbrug. Hey, waarom juist je te bed? Want ik weet nog veel te redden. Oké. Okay. Ja, ga ik zo, dus ja, meneer de kapitein. Oh, super. Wat een leven. Dankjewel. Ja, een broodje. Nee, joh. Moet je nou toch kijken, joh. Hier. Ja, wat is er dan? Fantastisch, toch? Hè? Ja, toch? Word je maar verwend op je eigen bootje. Ik heb de beste vrouw. Ongelooflijk. Bizar. Lekker broodje erbij. Bij min 4, toch een lekker broodje. Ja, maar hier is er meer bier, hè? Ja, hier is het goed. Dus kappel hebben we morgen lekker opgezet. Zelfs nu op 18 graden. En we hebben heel wat beleefd vanmorgen weer met een duiker, hè? Dat was een hele enthousiaste man. Ja. Min 4 het water, hè? Ja. Ja, sorry voor de piep, maar we weten niet waar de piep vandaan komt. Nee.